Staatsoliemaatschappij Suriname startte in december 2023 een luchtonderzoek met Airborne Gravity G-Radiometry, AGG, om nieuwe oliereserves op het Surinaamse vasteland te ontdekken. Met een speciaal uitgerust vliegtuig worden zwaartekrachtgegevens verzameld over de kustvlakte. Het doel is om nieuwe reserves te vinden en onshore blokken aantrekkelijker te maken voor investeerders. Het AGG-project wordt uitgevoerd in samenwerking met Earthfield Technologies, LTD, en Excalibur Multiphysics, LLC, en wordt naar verwachting volgende week afgerond. De Surinaamse ambassadeur Arun Jadunat Misir overhandigde op 9 januari zijn geloofsbrieven aan Tatjana Falafoya, directeur-generaal van de United Nations Office in Genève, UNOG. Ondanks de sluiting van het Palais des Nations benadrukte de ambassadeur het belang van multilaterale diplomatie. Falafoya verwelkomde Surinames beslissing om een permanente missie in Genève te vestigen en moedigde de ambassadeur aan deel te nemen aan diverse activiteiten binnen de UNOG. Ze wenste hem succes als de eerste permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de UNOG. De verkeerslichten op de kruising van de Keizer en Watermolenstraat zijn momenteel buiten werking. Op dinsdag 16 januari 2024 heeft een aanrijding plaatsgevonden waarbij de verkeersregelinstallatie is omvergereden. Weggebruikers worden verzocht hierop te letten en de verkeersborden strikt op te volgen.